De lancering van de eerste nationale financiële inclusie en educatiestrategie heeft vandaag plaatsgevonden in de bankethal van Hotel Torarica. Centrale bankgovernor Maurice Roemer noemt de lancering een mijlpaal voor Suriname. Hij zegt dat diverse partijen tot een strategie zijn gekomen, waaronder de financiële sector, overheidsinstanties en maatschappelijke groeperingen en dienstverleners. De initiatieven op het gebied van financiële inclusie en educatie zijn gedaan in samenwerking met de publieke en de private sector dus. Deze initiatieven zijn onder meer bedoeld voor zowel natuurlijke personen als ook rechtspersonen, inclusief de kwetsbare groepen, zij die in de informele sector een economische activiteit uitoefenen en zij die uitgesloten zijn van het financieel systeem. De governor benadrukt dat groepen die zijn uitgesloten van deelname in het financieel verkeer wel in staat gesteld zullen worden om deel te nemen aan economische activiteiten. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat er een structurele oplossing moet komen in het geval van mensen die zijn uitgesloten. Iedereen hier in dit land moet de gelegenheid krijgen om een bankrekening te hebben van jong tot oud. Iedere landgenoot hoort erbij, ongeacht waar je woonachtig bent op het grondgebied van Suriname. De vorm en de gebruikersmogelijkheden van die bankrekening zullen verder bepaald moeten worden op een manier die in overeenstemming is, ja, met wettelijke bepalingen, richtlijnen, formele regels. In Suriname hebben wij verschillende memorabele momenten meegemaakt waarbij inclusie een onuitwisbare rol heeft gespeeld voor de ontwikkeling van onze samenleving. Santokhi zegt dat er verschillende momenten uit de geschiedenis genoemd kunnen worden waarbij de financiële inclusie bijgedragen heeft aan de verdere ontwikkeling van de samenleving.